Ik ben Mathieu van Assen, 23 jaar, wonend in Wassenaar en mijn eerste jaar hier bij VVSB. Waar heb je hiervoor? Ik heb hiervoor 2 jaar bij TEC gevoetbald, zowel in de tweede als derde divisie. Jong of AFC Hardenberg, Jong Twente daarvoor. En daarvoor in de jeugd van Quick Boys, AFC en Ajax. Wat doe je in dagelijks leven? Ik ga aankomend jaar weer starten met studie. Ik ga naar de universiteit, ik ga geschiedenis studeren. En mijn ouders hebben al 30 jaar standaard op Scheveningen. En dat is eigenlijk bijna vanaf maart tot oktober ieder jaar wel keihard werken in de horeca. Vol tegenaan. Vol tegenaan, ja. Kijk. We hebben een aantal dilemma's opgesteld. Graag daarin een keuze maken. Met de motivatie erbij. Speel je liever op kunstgras of natuurgras? Natuurgras. Ja, zeker. Ja, als je hier ook achter kijkt, dan moet ik bekennen dat dit kunstgrasveld echt wel heel goed is. Helemaal als je ook lekker nat is. Maar de voorkeur gaat wel uit naar natuurgras. Dat is het mooiste wat er is. Kijk je liever naar Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Allebei. Al vind ik het bij Messi dit wel natuurlijk uitzien. Maar wat Cristiano Ronaldo doet en laat, en nu ook op die leeftijd, wat hij ook gepresteerd heeft en presteert, dat vind ik wel echt wel keuze voor hem. Word je liever kampioen in de derde divisie of bereik je liever de halve finale van de KNVB-beker? De doelstelling is natuurlijk wel promoveren, of zijn minst, of bovenin eindigen. De beker is wel one of a lifetime, dus het is wel moeilijk, maar ik denk dat ik echt puur wel naar clubbelang kijk, dan denk ik eerst promoveren en dan als meester volgend jaar dan vereindigen in de beker. Allebei. Ja, het liefst wel. Ja, ja. Staat wel op mijn lijstje nog. liever 3 hele lelijke doelpunten maken of 1 wereldgoal? 3 lelijke. Ja, en lelijke doelpunten tellen ook. Hè. En uiteindelijk wordt wel naar je cijfers gekeken. Wat is je voetbalhoogtepunt? Mijn voetbalhoogtepunt is is toch wel dat wij vorig jaar met TEC promotie afdwongen naar de tweede divisie. Dat was wel heel mooi, heel leuk jaar. We hebben gehad met z'n allen een kleine groep en goed gepresteerd. Dus dat was wel op mijn seniorengebied wel het mooiste. Waarom heb je voor VVSB gekozen? Ik na 3 jaar wel ver in het oosten van het land en rest van het land gewoond en gevoetbald hebben, wilde ik dichter bij huis gaan voetballen. En via ben ik in contact gekomen met Theo. Samen met de trainer een leuk gesprek gehad, goed gesprek ook. En ik kom natuurlijk uit de regio. VCB staat wel als hoogvoetballende club, ook als een leuke club aangeschreven. En mezelf ook wel een familiemens. En dat alles bij elkaar, zo'n warme club, dat maakt wel de keuze makkelijk om voor VCB te gaan. En hoe zijn je eerste weken bevallen? Goed, ja, eigenlijk met de week wordt het leuker. Dus een soort mini-trainingskampje gehad afgelopen zaterdag. En nee, bevalt prima. Zeker. Hoe is de voorbereidingsperiode in zijn geheel afgelopen? Ik denk dat we met de resultaten niet ontevreden over zijn. We hadden misschien zaterdag tegen Spakenburg wat meer verdiend. Maar ik denk dat de trainer wel tevreden kan zijn. En wat verwacht je van het niveau van de derde divisie? Ik heb zelf alleen op de derde divisie zondag gespeeld. En de tweede divisie zelf. Al heb ik altijd begrepen dat tussen zaterdag en zondag wel een verschil is. Ik verwacht wel dat het hoog niveau zal zijn. Helemaal omdat er toch wel een paar grote clubs in zitten. Ook hier uit de regio, zoals Lisse. Dus ik denk wel dat het lastig wordt lastig niet, maar wel dat het wel een stevige competitie wordt helemaal om er bovenin mee te doen. Dat is ook de doelstelling? Wat ik zo hoor van iedereen. Okay. En voor jou, wat is jouw persoonlijke doelstelling? Als we de doelstelling met het team halen en er gewoon met z'n allen een mooi jaar van maken. Hey, gaan we daarvoor. Super. Dankjewel.